Breda Nu. Je weet het meteen. Creatieve animatoren Bram Knol en Vera van Wolferen werden door de gemeente Breda gevraagd om 3D-kunstwerken te ontwerpen ter decoratie van het Centraal Station. Samen met Vera en Jenny ben ik geselecteerd voor het programma van Playgrounds Next. En binnen dat traject kunnen wij zelf ontwikkelen en in samenwerking met het brede netwerk van Playgrounds toffe projecten neerzetten. Zelf ben ik bezig met het maken van een plan voor een film die ik volgend jaar in productie zou gaan. En met een aantal korte animaties waarin ik experimenteer met stijl en bepaalde animatievormen. We staan hier bij jouw eigen kunstwerken. Kun je iets vertellen wat we hier zien? Je ziet hier een stad die ik ga gebruiken voor een animatie. Ik ben animator en ik maak vooral muziekvideo's. Deze stad ga ik dus gebruiken als achtergrond in het volgende animatieproject. Dus ik ga dit filmen voor een greenscreen. En vervolgens ga ik dat digitaal bewerken en er weer een achtergrond achter zetten. En er een geanimeerde figuur in zetten die erin rondloopt, zeg maar. Kun je vertellen waar haal je de inspiratie vandaan? Ik vind het altijd leuk om heel veel inspiratie uit heel veel verschillende architectuurstijlen te halen. Niet alleen uit Europa, maar ook bijvoorbeeld uit het Midden-Oosten. En alles een beetje te combineren tot een soort nieuwe stijl die wel een soort herkenbaar is, maar toch nieuw is. Zodat het niet fantasieachtig is, maar wel ook een soort voet in de realiteit heeft, zeg maar. Ja. Vera, goedemiddag. We staan hier bij een eigen gemaakt kunstwerk van jou. Kun je ons in het kort vertellen, wat zien we hier op de achtergrond? Het zijn hele grote vogelhuisjes en een camper die ik heb gemaakt van hout. Ik kom vanuit animatie, dus normaal gesproken maak ik hele kleine sets van papier en van karton. Maar dit is natuurlijk een hele grote expositie, zeg maar. En ik vond het heel mooi als mensen hier langs kunnen lopen. Dat het echt een beetje voelt alsof je in de schaal van die wereld zit. Dus ik heb eigenlijk hele grote vergrotingen gemaakt van het werk wat ik normaal in het klein maak. Ja, we hebben net een presentatie van jou gezien. Daarin liet je inderdaad foto's en beelden zien van echt minuscule kleine vogelhuisjes en andere kunstwerkjes. Ja. Hoe kwam je tot het idee van ik ga dit in het groot maken? Dat probeer ik in de presentatie ook een beetje te vertellen, dat alles een soort van proces is. Dus toevallig had ik van de zomer een expositie in Porto, waarvoor ik heel gedetailleerd werk had gemaakt wat in een etalage kwam. Maar dat stond weer in een soort van grotere implanten zat dat. Zeg maar architectuur die in planten verstopt was. En daarvoor had ik hele grote bloempotten gemaakt en vazen. En daardoor kwam ik eigenlijk achter dat ik door een bepaalde manier van constructie eigenlijk hele grote volumes van papier kon maken. Maar dat het nog steeds heel stevig is. Breda Nu. Je weet het meteen.